Weet u wat het scheelt per krat? Per krat niet, nee. Per fles wel. Hoeveel is het per fles? 45 cent. De Nederlanders hebben de naam om zuinig te zijn, maar de laatste weken zijn het de Belgen die op voordeel uit zijn. De parkeerplaatsen van de supermarkten in bijvoorbeeld Valkenswaard, Bladel en Roosendaal staan vol met auto's uit België. Chips, edelswaren, koffie, drank, brood, melk. Voor zo'n volle kar dus lukt toch wel een keer op en neer rijden. Het journaal van de VRT meldde deze week dat de prijzen in Belgische supermarkten het afgelopen jaar tot wel 8,5% gestegen zijn. Als het jaar 2 euro kostte, betalen we nu 2,17 euro. Bij ons was de stijging minder, maar België kent bijvoorbeeld ook nog een hogere BTW en een speciale verbruiksbelasting op frisdrank. En dan loopt het prijsverschil snel op. Ik denk toch wel dat je een 50 euro uitspaart. Een 50 euro op zo'n kar. 50 euro? Ja. Dat zou goed kunnen. Dat zou goed kunnen, ja. Daar heb ik, even kijken, 83 kilometer voor gereden. De supermarktondernemers in de grensstreek, die zien de Belgen graag komen. Nou, we merken dat we dus daar meer aanloop van krijgen. We krijgen steeds meer Belgische consumenten hier binnen. Die inderdaad ja, groot inkopen op het moment. Dus vooral de bekende merken zijn daar heel populair bij. Naast de frisdranken zijn ook houdbare melk en koffiepads erg in trek bij de Belgen. Hoeveel scheelt dat nou op zo'n pak? Hoeveel kan ik niet zeggen, maar het scheelt toch veel. Maar voordeel of niet, het Nederlandse bier, dat laat de Belg staan, zegt de medewerker van de supermarkt in Valkenswaard. Gelukkig voor de Belg is hun eigen bier deze week in de aanbieding en kan het tweede kratje voor de halve prijs mee naar huis in België.